Radio 538. Winston, leuk dat je er bent. Ja, man. Hè? Je bent hier omdat we vandaag een leuke samenwerking gaan aankondigen tussen 538 en Fight Cancer. Waar jij een belangrijke rol... Wat doe jij voor Fight Cancer? Ja, voor ik zit eigenlijk in het bestuur, raad van toezicht. Ik help met het bedenken van goede ideeën om zo de wereld beter te maken, zeg maar. Goed mens beter ook. Nou, ik probeer mijn steentje bij te dragen. Laat ik het daar weer houden. Nee, maar een super doel. Laten we dat even voorop stellen. En super goed dat je er bent. En leuk dat je hier bent om daar vandaag wat over te vertellen. Want even voor de mensen die dat niet weten, ter verduidelijking. Wat is Fight Cancer? Wat doet Fight Cancer? Nou, Fight Cancer is natuurlijk doet letterlijk wat het zegt. Fight Cancer is een stoute zusje, een beetje het rebelse zusje van het KWF. Doel wat we natuurlijk allemaal kennen, omdat we allemaal wel te maken hebben met kanker. Of het nou een vriend, een vriendin, een familielid. Herkenbaar denk ik. Ja. Het is een beetje het rebelse zusje. En daarom denk ik ook dat de fit zo mooi is met 538. Fight Cancer is eigenlijk een organisatie die net als het KWF de wereld beter wil maken. En ervoor wil zorgen dat wij straks met z'n allen in een wereld kunnen leven. Waar kanker een ziekte is die op te lossen is. En waar je van kan genezen. Zodat het niet meer dodelijk is zoals het nu voor een hoop mensen helaas is. Ja. En waar een feit anders is dat het toch, zoals ik net al zei, dat stoute heeft. En dat het mensen aanzet om in actie te komen. Geld geven is natuurlijk mooi. Fantastisch als mensen dat doen bij het KWF en bij Feit. Maar... je merkt toch echt de laatste tijd dat steeds meer mensen opstaan, dingen organiseren. Of een fietstocht is, of een swim, of een lokaal feestje waar geld ingezameld wordt. Of een lopen, wat dan ook. En dat is echt wel wat wij graag willen. Dat we zeg maar mensen aansporen die denken van, hey, weet je wat, als ik nou waar ik goed in ben bijvoorbeeld organiseer voor anderen. Of mensen betrek in wat ik aan het doen ben, dan een centje vraag. Beetje geld en dan uiteindelijk haal ik met z'n allen halen we geld op en dat kunnen we dan doneren. Dus het is echt een beetje zo'n soort van lekker in actie kom doel. Fighters, daar gaat het daar om. Precies. Dat mensen die dus zich inzetten om of geld op te halen of om in ieder geval goede dingen te doen. Daarmee. Want het is natuurlijk nogal belangrijk. Je zei het al, het zou mooi zijn als het in de toekomst... zou er ooit een soort aspirine voor komen? Ja, nou zoiets dat je er niet meer dood te gaat. Maar even om die cijfers te hebben. Ja. Ik bedoel, jongens, in 1949 was de overlevingskans, mensen die zeg maar kanker overleefden, was 25%. Ja. Nu is dat 62%. Zo. Ja. Nou, dat alleen al is natuurlijk een stap. Hè? Ja, dat zijn waanzinnig. Dat is een generatie die dat al meemaakt. Dus nou, dan zou ik zeggen, nou, als je dan nog 40% erbij pakt. Precies, als we nog een keer zo'n stap zouden kunnen maken, dan zou dat hartstikke goed zijn. Wat gaan wij samen doen, Vincent? Nou, we gaan eigenlijk in eerste instantie de komende maanden iedereen activeren. En in eerste instantie zijn we nu op zoek naar mensen die al fighten. Mensen die al gave dingen doen, georganiseerd hebben, geld op hebben gehaald. Die willen we eigenlijk eventjes kennen. Juist. Mensen die kunnen zich opgeven via 538/fight. Moet ik het even goed zeggen, exact jongens. 538.nl/fight. Heel goed, ja. Vervolgens gaan we ook heel Nederland activeren om alvast na te denken. Wat zou jij nou kunnen organiseren, zodat jij iets origineels doet en als het ware ook een fighter wordt. En dat uiteindelijk het doel is dan, en daarom is het natuurlijk ook 538. En is het natuurlijk de samenwerking tussen deze twee prachtige merken geweldig. Dan gaan we iets terug doen voor die mensen. Okay. Dus er komt iets unieks aan. Ja. En dat heeft natuurlijk met muziek te maken. Ja, 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 ja. Waar jij alleen toegang tot krijgt als jij een fighter bent. Ja, ja. Oh. Maar wat dat is, zeggen we nog niet. Nee, dat is een beetje. Dat gaan jullie de komende maanden helemaal laden. Maar het is iets unieks waar je geen kaarten voor kan kopen. Nee. Je kan er alleen bij zijn als je fighter bent. Juist. En als je daar informatie over wil en hoe je dat kan worden, dan moet je inderdaad even naar het platform gaan wat daarvoor is aangemaakt. 538.nl/fight. In augustus zullen we inderdaad mensen op gaan roepen om daar vooral naar te gaan kijken en om zich in te lezen in wat precies een beetje de bedoeling is. En dan komen we er later op terug over wat we er allemaal mee gaan doen. En er zitten een aantal hele gave dingen bij inderdaad, Winston. Ja, we gaan beginnen in ieder geval klein. En het wordt groter, groter, grootst. En het wordt natuurlijk weer een evenement zoals je dat van 538 kent. Ja. Met topartiesten. Maar goed, ik ga het nog niet helemaal verklappen. Ja, het ligt op je tong. Ja, maar je bent ook in de verleiding natuurlijk. Het is iets unieks waar je gewoon bij wil zijn. Maar het moet niet in de primair daarom gaan. Nee. Het moet gaan om het gevoel dat je zegt, hey, wacht eens even. Ik heb dit jaar misschien nog niet echt wat gedaan. Ik zou het wel kunnen qua tijd. Ik ga iets bedenken en ik ga me inzetten voor... En dat hoeft niet groot te zijn. Helemaal niet. Het kan alles zijn. Van auto wassen tot... Als het maar gewoon iets is. Ja. Zodat je in actie komt. En dat is ook het leuke. Het sprak mij heel erg aan. Dat het niet gelijk weer zo'n hele grote actie is. Dat je gewoon klein kan beginnen met 5 vrienden. Dat je zegt, hey jongens, hebben we dit jaar eigenlijk alleen maar... aan onszelf gezegd, laten we deze zomer eens eventjes wat... Want jij zegt, dat sprak mij even aan. En ik denk dat iedereen zich wel betrokken voelt bij dit. Want jij wordt natuurlijk wel voor 100.000 dingen gevraagd. Van wil je dit en wil je dat? En dat voor een goed doel en zus voor een goed doel. Waarom heb jij specifiek voor dit doel gekozen? Nou, ik heb ooit zelf op de fiets gezeten voor KWF bij Alpe d'Huez. Ja. Ik heb daar een van de mooiste momenten in mijn leven meegemaakt. En met mij een hele hoop anderen die nu luisteren. En ook die fietstocht die bergen op hebben gemaakt.
En je voelde daar zo duidelijk dat iedereen er op die fiets zat met een reden. Ja, precies. Dat hij een affiniteit had met deze rotziekte, omdat ze iemand hadden verloren. Ik had in mijn gevoel meer dan ooit een gedachte aan mijn eigen moeder, die ik een jaar of 12 geleden verloren ben. En ik zat op de fiets en zeiden mensen die zeiden, dat was zo'n saamhorigheidsgevoel. Ja. Dat het samen in actie komen, dat het ook heel gaaf kan zijn. Ja. En niet alleen maar op dat goede doel hoeft te zitten. Toen dacht ik, ja, dit spreekt mij aan. Ik ben ook die jongere generatie, nog een beetje dan. Nou, dat maar, is... Dus toen dacht ik, ja, dit spreekt mij aan. Dit, en die aanpak van die jongens, die dacht ik, ja, die ga ik helpen. Oké. Okay. Fighters dus, die moeten zich vooral ingelezen op 50.nl/fight. Winston, dankjewel dat je hier even was vandaag. Om jullie bedankt. Een ander te verduidelijken. En we gaan er een mooie samenwerking van maken. Dankjewel. Aan knallen.